ik vind dat de verantwoordelijkheid, ook van ons, om collega's die met diezelfde thematiek, genocide, massamoord, bezig zijn, om daarin te ondersteunen. En bovendien was het ook nog zo dat we als Nederland natuurlijk daar nauw bij betrokken waren. Uiteindelijk, dat moet je je wel bewust blijven natuurlijk, in onze positie, het is hun plek. Mm-hmm. Wij maken, en er zijn mensen nog altijd daar, die toch een heel negatief beeld van Dutchbatten hebben. En dat waardeer ik ook zeer in de jongens, de Dutchbatters die meegaan. Hè, dat ze zich daar ook beseffen van, het is hun tragedie. Wij hebben daar ook beroerde tijden gehad, tragische tijden. Veel van de jongens die toch getraumatiseerd naar weg zijn gekomen. Dus er is geen kinderachtig iets geweest. Maar dan moet je je toch kunnen openstellen voor de ander. En als daar eerst woede uitkomt, laat je woede maar komen. Dus daar moet je echt heel veel tijd en aandacht aan geven. Maar ook op gezette momenten, waar we het net over hadden, gezette momenten zeggen van, ja, ik begrijp jouw pijn. Maar het kan niet zo zijn dat dat dan bepalend is voor hoe we dit onderwerp behandelen bijvoorbeeld. Dat moet wel, dat is jouw visie, goed, jouw visie is jouw waarheid, maar dan moet je ook zeggen van, er zijn ook nog andere waarheden. Er zijn andere mensen, die kijken er gewoon anders tegenaan. Wat we hopen is eigenlijk hetzelfde als wat we in Westerbork met al onze activiteiten en tentoonstellingen ook hopen. Dat je hebt meegekregen dat zoiets kan gebeuren, dat een genocide kan plaatsvinden, maar dat het wel mensenwerk is. En als het kan plaatsvinden, moet het ook mogelijk zijn om het te voorkomen. Dat het niet een natuurramp is, maar dat wij als mensen zoiets kunnen plegen.